Bij de WK Atletiek in Londen is op dramatische wijze een einde gekomen aan de loopbaan van Usain Bolt. De Amerikaanse sprinter viel in zijn laatste race, de finale van de 4x100 meter, geblesseerd uit. Bolt ging in Londen op jacht naar zijn twaalfde wereldtitel. Op de 100 meter moest hij al genoegen nemen met brons, waarna het op de estafette helemaal misging. Na een moeizame wissel schoot het bij de achtvoudige olympisch kampioen in zijn hamstring. Dat kan gebeuren in de sport vertelde zijn teamgenoot Omar Mcleod naar de Estafette. We wilden graag goud halen voor rust zijn, ik ben echt sprakeloos. Bolt zal altijd voortleven, nu is het aan ons om het stokje over te nemen. Hamstring blessure zorgt voor dramatisch de loopbaan Bolt en NL om de verrassing compleet te maken. Ging het goud voor de eerste keer naar Groot-Brittannië. Shay in de -ja, Adam Gemili, Daniel Talbot en Netaniel Mitchell-Blakke waren met 37,47, Europees record. De Amerikanen 005 10 af. Achter de Britten pakten Mike Rodgers, Justine Gadlin, Jallen Bekken en Christian Kolema het zilver in 37,52. Japan veroverde het brons, 38,04.